medische vooruitgang. Nou, daar heeft u een mooi bruggetje gemaakt, want ik wilde met u natuurlijk als voorman van de organisatie. Wat is de naam van uw organisatie ook weer? Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Precies. Wil ik met naar de innovaties toe, want er zijn heel wat innovaties ook in de zorg. Kijk even mee. Dit is de operatiekamer. En soms hoeft de innovatie helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Als we beginnen met opereren is het plan dat wij ons aan elkaar voorstellen. Nou, de waan van alle dag gebeurt dat ook niet altijd, want het is druk. Dus een hele simpele innovatie is gewoon je naam op je operatiemuts. Weet iedereen wie je bent, kan iedereen aanspreken. Deze simpele innovatie komt doordat in het AMC een zwarte doos is geïnstalleerd in de OK, die de operatie kan registreren. Het heeft er ook toe geleid dat de operatieroutines bijvoorbeeld veranderd zijn. Iemand die vroeger links van mij stond, die spullen aangeeft, die staat nu rechts, want ik ben rechtshandig. En waarom die altijd links stond, ja, soms weet je dat niet. Het helpt gewoon enorm om met elkaar terug te kijken naar wat is er nou echt gebeurd op een operatiekamer en waar kunnen we elkaar in helpen. Dit is een virtual reality toepassing en we gebruiken dit voor patiënten die hier geopereerd zijn en buikwonden hebben na de operatie en die moeten verzorgd worden. En het verzorgen van een grote buikwond kan erg pijnlijk zijn. Tijdens de wondzorg kunnen we hun de virtual reality bril aanbieden. En dan zetten we op bij de patiënt. Wat we tot nu toe hebben gezien uit ons onderzoek is dat patiënten het fijn vinden en dat ze vertellen dat ze afgeleid zijn tijdens de wondzorg, waardoor ze ook minder behoefte hebben aan pijnmedicatie. En dit is een innovatie die wereldwijd diabetespatiënten enorm heeft geholpen. Dit is een patch met een prikker. Die kun je op jezelf aanbrengen als je suikerziekte hebt. Tot één keer aanbrengen versus tig vingerprikken. En dus betrouwbaar uit kunnen lezen wat op dat moment je bloedsuiker is. Dit voegt enorm veel kwaliteit van leven toe. In dit ziekenhuis is recent een app ontwikkeld voor darmpatiënten met een stoma. Een stoma is een opening via de buikwand waar je ontlasting wordt opgevangen in een zakje. Qua impact op het dagelijks leven is dat enorm. Dus het is ook belangrijk van lotgenoten te horen van goh, hoe gaat het dan met sporten, hoe gaat het met daten, et cetera. Hoe heet de stoma in het buitenland? Als je bij de douane iets uit moet leggen, staat de stomaverpleegkundige, je dokter of je zus er ook niet naast je. Het ontwikkelen van dit soort apps kost veel onderzoek en veel geld. Dan ben je echt, nou ja, een paar ton verder voordat je een goed onderzochte, veilige, privacyveilige en effectieve app hebt neergezet. Ja. En wat ik dan wel echt heel storend vind, is dat er allerlei mensen apps ontwikkelen voor de zorg met niet dezelfde strenge discipline. Waarvan je niet weet of het veilig is, waarvan je niet weet of iemand betaalt met geld of met zijn data of zijn privacy en waar iemand rijk van wordt. Innovatie kan in de toekomst ook een rol spelen bij het behouden van personeel voor de zorg. Misschien moet je wel nadenken over een functieprofiel virtual nurse. Dat mensen drie dagen in een ziekenhuis, hoogcomplex kunnen werken. En twee dagen thuis kunnen ze virtueel op afstand ook patiënten in de gaten houden met remote health monitoring. Terwijl ze ondertussen ook een wasje kunnen draaien of een kind van school kunnen halen. Dat betekent nadenken over wat mensen graag willen, ook voor hun privé situatie. Maar ook wat belangrijk is om in het ziekenhuis met elkaar het werk te kunnen doen. Ja, dit gaat over innovaties, wat er allemaal nog te winnen is. Ook natuurlijk in het licht van dat personeelstekort. En dan komen we ook weer bij de ouderenzorg, waar natuurlijk een enorm personeelstekort is. En waar de minister Helder, ook heel erg hoopt op dat die innovaties ook kunnen helpen om mensen langer thuis te laten wonen. Ja, technologie gaat ons bij heel veel dingen helpen in de gezondheidszorg. Dat zie je nu al. En natuurlijk ook in de ouderenzorg kan ik me daar heel veel voorstelling bij maken. Ik ben niet van die mensen die denken dat oude mensen het leuk vinden om door een robot gewassen te worden. En dat is ook nog helemaal niet zo. Maar er zijn een heleboel andere dingen die dat wel kunnen doen. Diezelfde minister wil natuurlijk heel graag dat we allemaal zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En dat willen wij natuurlijk zelf ook. Maar we moeten ook realistisch zijn. Er komt een moment dat dat gewoon niet meer gaat. En dan moet je toch nadenken of er alternatieven zijn. En helaas zijn die er eigenlijk nauwelijks meer. Want door dat beleid van alles moet maar thuis en iedereen moet maar zo lang mogelijk thuis blijven wonen, hebben we heel veel ouderenzorg, bejaardentehuizen en verpleeghuizen
ingekrompen of zelfs gesloten en is die capaciteit er niet meer. Ja, je ziet nu wel in veel verkiezingsprogramma's ook weer de partijen zeggen we moeten meer verpleeghuisplekken. Ja, grappig, hè? Want die partijen van links tot rechts opnieuw, die zijn het heel erg met elkaar eens. Dus het is vrij duidelijk waar het komende jaren naartoe moet met die gezondheidszorg. En ze zeggen inderdaad bijna allemaal, we hebben meer capaciteit nodig in de ouderenzorg. En niet alleen thuis, maar ook gewoon als het echt niet meer gaat in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Gaat het een beetje kriebelen om het nu jezelf te gaan doen? Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Bovendien is hij gelukkig ook nog niet super aan de orde. Ja, mijn handen jeuken als ik dingen lees of als ik over dingen nadenk om dingen echt te gaan doen. Maar of je die kans dan uiteindelijk krijgt, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, maar als we dan naar Kuipers kijken, die kwam natuurlijk ook uit de zorg. Ja. Werkt dat? Nou ja, ik denk dat hij wel heel scherp ziet wat er niet goed is en hoe het anders moet, omdat hij die achtergrond heeft. Ik denk wat hem een beetje is tegengevallen, hoe makkelijk je dingen kunt veranderen in dat systeem waarbij niemand een knoop hoort. Zou je dan ook tegenaan lopen? Ja, nou, ik denk dat ik misschien me nog iets meer bewust zou zijn van het feit dat dat zo is en er met nog meer enthousiasme ingaan. En natuurlijk heeft hij ook maar 1,5 jaar de tijd gehad, hè? Dus wat kun je doen in 1,5 jaar? Het klinkt wel dat u er zin in heeft. Ik wil u in ieder geval heel hartelijk danken voor uw visie vanavond op de zorg.